Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken kaassoezen met platte kaas en handehangpoeder. We nemen een mooie kookpot. We doen daar ons water in. Onze boter. Die gaan we lichtjes laten smelten. Die gaan we lichtjes laten smelten met een klopper. Als de boter volledig gesmolten is, zout en suiker erbij. Dan doen we de bloem erbij. Dan zetten we ons vuur af. Dan wil ik, alles is mooi gemengd. Er zitten eigenlijk geen brokjes meer in. Het is één massa. En nu gaan we de eitjes eraan toevoegen. Eén voor één. En je mengt totdat je terug een vaste massa hebt. De eitjes die zitten er mooi in. Alles is mooi gemengd. Nu gaan we de geraste parmezaan eraan toevoegen. Je gaat zien, dat gaat nu lichtjes smelten. En alles gaat één mooi homogene massa worden. Het beslag is nu heel mooi glad. Nu gaan we alles in de spuitzak doen. Dan gaan we eerst een heel klein beetje beslag op de plaat doen. Dan gaan we bakpapier afsnijden. We gaan dat mooi op de plaat doen. En dat beslag gaat eigenlijk maken dat ons papier niet wegwaait in de oven. Dan gaan we een mooie soezen spuiten. Dan gaan we met een beetje water die puntjes mooi plat doen. En dan gaan we afwerken met een klein beetje geraste parmezaan. En nu gaan we de kaassoezen mooi afbakken in de oven. De oven die hebben we al voorverwarmd op 220 graden. De kaassoezen die gaan erin. Die gaan we afbakken gedurende 20 minuutjes. De kaassoezen die zijn mooi krokant gebakken. Die gaan we nu voor 10 minuutjes laten rusten. Zodanig dat ze koud zijn. En dan gaan we ze afwerken. 10 minuten later, nu gaan we de kaassoezen afwerken. We hebben hier wat platte kaas. Platte kaas zou er mooi van bovenop spuiten. En nu gaan we de kaassoezen gaan afwerken met gedroogde handehampoeder. Kaassoezen met platte kaas en handeham. Dat is ideaal om eigenlijk te serveren als een aperitief hapje. Jullie hebben de champagne, ik heb de kaassoezen. First class, smakelijk en tot de volgende keer.